benieuwd hoe deze eruit zien. Het is ongelooflijk hoe sterk de volken dit jaar uit de winter komen. Prachtige bakken bijen. Kijk, ik heb hier een broedkamer van 5 ramen, denk ik. Ook zo te zien aan de hoeveelheid bijen die hier zitten, zit hier ook het broed. Ik voel ook warmte, dus er is zeker broed. Eigenlijk hoef ik hier niet veel te doen, want 5 ramen is eigenlijk al vrij veel aan broed. Oud stuifmeel zie ik hier. Hey, dit raam zou er eventueel uit kunnen. Dus dat hou ik even in gedachten. Het eerste raam heeft nog geen broed. Ja, helemaal vol met broed. Of helemaal vol, maar grotendeels gevuld met broed. Aan deze kant eitjes en larfjes. Slotenbroed, larfjes. En hier zie ik eitjes en hier net gevoede larfjes. Dus het gaat echt van oud naar jong. Dat ziet er prima uit. Aan deze kant ook. En dit raam sla ik even over. Dat zal zeker broed hebben. Dan gaan we dit raam weer verder bekijken. Ook ja, meer dan 3/4 vol met broed. En het vierde raam ook grotendeels vol met broed. Bijen zien er gezond uit. Allemaal larfjes. Dus ook hier weer gesloten broed. Larfjes, eitjes. En dit is open voer. Dus dat zijn de bijen al aan het voorbereiden. Hier aan deze kant ook. Voor de koningin om te gaan leggen. En hier zie je dan, dat is dan rechts achterin, boven, daar zit dan nog de voer. Daar zit dan het laatste voer wat ze wegvreten. Ik laat deze aangepaste broedruimte zo. Ik schuif alles weer terug. Zo. Prima, verder niks aan doen. Voer zie ik nog voldoende. Gewicht is ook goed. Nieuwe voerbak erop. Een pakje voer om te stimuleren. Niet per se nodig. Het kan een volk zijn waar we de darren van willen gebruiken. Het is een F1. Het ziet er echt goed uit.